Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. We zijn hier met de MT-07. Ja, we zitten hier aan een drukke baan. Bij Mototech te Wetteren, onze Yamaha dealer. Nu, wat is er nu eigenlijk allemaal aan veranderd? Eigenlijk is dat niet zoveel. Dat is, de scoops zijn geïntegreerd nu in de tank. Wat dat vroeger een apart stuk was. De Cyclops headlight. En dan ja, de display is TFT nu. Dus die is wel heel knap geworden. Voor de rest is hem eigenlijk vrijwel ongewijzigd. Dus je hebt het Crossplane 2-cilinder blok van de MT-07. En dat is eigenlijk zo getuned dat het aanvoelt als een V-twin. De uitlaat, al de rest is eigenlijk een beetje ongewijzigd. Je hebt dan ja, een 73 pk en een 67 Nm koppel. Je hebt wel nu ook overal LED, dus LED verlichting in de koplamp, in de pinkers, in de kont. Wat daar wel een leuk detail is, in de kont heb je een beetje plaats, dus je hebt dus wat die air scoops van de R6 R1. Dus dat is wel tof gedaan. Een breed zadel. Maar voor de rest, ja, er zijn niet veel vangnetten. Je hebt geen menus of rijmodi of dergelijke. Het is een pure rijdersmotto. Het vermogen is niet extreem, maar het is wel een enorme funbike. Dus, en als je kijkt wat je krijgt voor je geld. Je moet rekening houden, je betaalt hier €7.500 voor. Hè. Als je meer wilt, dan moet je naar de grotere broer gaan, naar de 9. Maar ja. Je hebt hier ook nog de gewone, conventionele voorvork. Je hebt hier geen upside down in. Dus ja, het is een entry level motor. Hè. Het is een directe concurrent voor de Z650. Maar genoeg gepraat, we gaan ermee rijden. Hè. Dus kom, we zijn weg. Goed, we zijn nu met de MT-07. We gaan maar rijden. Hè. Contactje aan, displayke goed in het zicht. Even een cold start. Nou, klinkt niet slecht. Hè. Voetsteunen zitten wel heel hoog, vind ik direct. Dus, dacht dat ze wat lager zaten voor dat effect. Je hebt ook alleen maar ABS op. Ga jij achteraan aan? Ja, dan houd het in de gaten als er is geen rechterzijtje. Er zit direct wel een zwaardere motorrem op. Dat direct door. Om de hoek even een beetje. Ja. Dus hier moet je direct wat meer werken op die motor. Ik voel wel dat dat een goede opstapmotor is. Maar. Het is wel een speelkanon, dat voelt al. Dat is die een 2-cilinder en dan je crossplane.
er wel een beetje bij proberen zetten, want godverdomme. Nou, de controles hier hoger op. Nu is het eigenlijk echt wel een straffe motorrem op. Je moet er ook erg in hebben dat hem zijn achterwiel wel durft te blokkeren. Dus ja. Valt wel beter eigenlijk in de bochten als de MT-09, vind ik. Juist die motorrem dat echt wel krachtig is. Voor te manoeuvreren, hey. Bijna stilstand, wel moeilijker dan een MT-09. Verbaast me eigenlijk wel. Houding begint al beter te liggen. Een beetje proberen bij die mannen bij te blijven, want dat zijn hier allemaal MT-09's en daar kom ik wel wat kotten voor te kort voor inhaalmanoeuvres. Dus ik vermoed eigenlijk wel dat als die mannen straks een keer gas geven, dat ik serieus ga moeten bijgeven voor achter te geraken. Dit spleken is wel heel erg duidelijk, alles heel groot. Wijst ook weer wat meer op een beginrijder. Alhoewel dat een ervaren rijder hem hier ook dood neig op kan amuseren. Veningen is ook wel een pak harder afgeveerd dan de hogere MT's. Maar je kunt hem nog wel nog wat zachter laten zetten in de garage met de speciale sleutels. Qua veranderingen, ja, is het eigenlijk puur esthetisch, hè. Al de rest is eigenlijk hetzelfde gebleven. Dus dat is dan weer iets waar je rekening mee moet houden voor je eigen. Ga er voor een nieuwe, die dat top is. En alles nieuw. Of zeg je van, ja, de styling maakt voor mij niet zo'n eigen uit. Want gelijk stuur, houding, alles, motor, frame, is allemaal hetzelfde, hè? Tegenover de vorige dus.
De display is iets anders geworden. Klein beetje. De koplamp en de tank zogezegd, die dat in één ding meeloopt nog. Ik heb er ook geen quickshifter op ofzo. Dat is eigenlijk entry level, hè. Dus je zit hier aan een 7,5 voor een spliksplinter nieuwe. Dat is natuurlijk geen geld voor wat je krijgt, hè. Voor een nieuwe. Gaan we de specs er ook even bij nemen. Ja, hier merkt het dus echt wel dat je kom te kort komt met je MT-07. De sprong is ook te groot, hè. We zitten op bekant 50 pk, hè. Dat is een grote sprong natuurlijk, hè. En het koppel. Er zit ook een groot verschil in. 2 tegen 3 cilinder. Maar voor een stadsmotor of voor naar een werk mee te rijden, ook niks kunnen. Het is wel een heel capabel motorblok, want ja, ze gebruiken hem in de Tenere, in de GT. Ik heb wel enkele toepassingen, hè. Binnenkort in de R7, dus het is zeker een vaste potent blok, hè. Oh. Toch in dat we moeten in de goot nemen deze. Koppeling is wel heel erg aangenaam en juist. Doordat die vering natuurlijk ook wat harder is, heb je ook weer iets kunnen neigeren dat uitwip-effect. Gelijk als je een put ziet en zo. Terwijl rekening mee houden, hij filtert hem niet zo schoon uit. Ziet er wel. Dat was al direct praktijkervaring. Nou, wip er wel even uit. Kwakkel in de benen, hè.
toch iets meer afstand dan. Op z'n bit beginnen de speciale bochtjes op de routes. Hier moet ik sowieso met deze al meer ergen hebben door de motorrem, dat mijn achterwiel niet blokkeert. Dan gaan we dat forsig doen. Ja, er rijdt een auto voor, dus we kunnen weer niks. Hij wel direct meer dan hooligan. En, je begrijpt wel weer door zijn manoeuvreermogelijkheden ook het gevoel dat hij geeft bij lage snelheden door uw uitdraai, geeft hem ook wel direct veel vertrouwen op dat vlak. Dus ik snap ook wel dat ze hem gebruiken als lesmotor, zeker door zijn prijs dan ook nog eens. Ook als je hem wilt manoeuvreren eigenlijk op een oprit, nou, dat ding heeft geen gewicht. Hè. Dat is goed uitgebalanceerd, waardoor dat hij ja, eigenlijk heel erg licht aanvoelt. Nog een pluspunt voor beginmotor. Als je deze als eerste motor pakt ook, je gaat dan niet snel beu worden. Dat is 9 op de 10 zelfs de motto dat je gaat bijhouden. Voor met de tijd dan ook meer mee te spelen. Hè. Ja, een pinker. Dat kende ons trainet niet.
manoeuvreren bij lagere snelheden is hier echt wel heel goed mee. Bewegelijkheid ook. Ja, het is echt wel, dan moeten we niet aan een grens bovenhaalt. En wat meer gewoon wordt. Ook weer heel schoon die een oppak onderin. Ja, Yamaha is er echt wel winnaar in, hè. En die twistiekjes, hè, komt dat wel schoon tot zijn recht, hè. Dat is een stinkerken. Zeker met die andere motto. Ik ga toch eens vragen hoe lang dat je ze rijbewijs is, alleen die gast, want ik hoop nog niet op een maal. Hè. Die klote steen hier in die bocht. Hela. Je moet hem niet onderschatten, hè. Mooi, ferm. Had ik eigenlijk niet verwacht dat dat erin ging zitten. Heel goed. Damn. Je kunt echt vlot mee met dat ding. Dat is verschietachtig. Natuurlijk, het is ook geen zware motto. Hè. En dan ook, het is een pure motto, er zit niks van veiligheid op. Ja, een ABS, maar het is verplicht in Europa. Er zit meer poeier in dan je denkt. Ik heb wel echt een indruk dat de MT-range, dat die heel erg goed zijn, maar dat je ze ja, niet direct ten volle kunt gebruiken. Je moet je motto een beetje leren aanvoelen. Maar dan kun je er wel heel schoon dingen mee doen.
weer inzetbaar op alle vlakken. En heeft eigenlijk nog wel ja, een treffelijke grondspeling. Vrij hoog zelfs. Zeker tegenover zijn concurrenten. CB650R. Ja, de Z650. Die souplesse in dat ding. Het echt ook weer goed, hè? Wendbaarheid, dat is dat gevoel. Als je hem eigenlijk onder je laat bewegen, zit een 9, die wilt dan weer dat je met heel je lichaam eigenlijk meegaat. De 7 vind ik dat weer dat je meer heupenwerk hebt. Kijk, je ziet dat die gaat zijn bochtjes in. En goed vlot. Mijn gevoel gewoon weg. Kijk ik toch nog zoveel mars. Dat gevoel dat geeft hem echt wel, vind ik. Dat je serieus wat meer grondspeling hebt. Maar gevoel wel heel duidelijk dat in deze echt meer dat, ja, dat binnenstad. Ja. Alleen maar dus. Beetje snelheid maken en dan gewoon uitbollen. Kunnen die beesten niet verschieten.
zijn er van eigen uit een bocht rapper weg. Ik voel dat direct dat dat echt een speelmotor is. Koppelings kunnen niet oppakken, zit echt heel goed. Gasrespons. Even nog een kleine refbar. Nog wel geestig. Maar de meeste steken er direct een open lijn op. Met een SM-man echt laat dat je die echte open lijnen pakt. Natuurlijk met een slipponnetje. Er gaat ook niet de wereld meer verzet. Nee. Dat gaat ook trouwens niet met een deze. Nee. Dat is één geheel allemaal. Nee. De uitlaatlijn. Op zich. En dan de katalysator en de demper. Dat is allemaal één. Maar ik zou dan misschien opteren voor de open lijn. Met een demper waar dat dan een dB-killer in zit. Het is wel goed dat de stroomregulateur dat die opzij bloot zit eigenlijk. Voor de koeling is dat enorm goed. En dan langs de andere kant kun je dan ook weer gemakkelijk overal aan. Hè. Voor de boel af te stellen. Maar dat is dan wel met een MT-09. Maar breedte van het stuur klopt met dat motto, klopt met het gevoel ook.
kunt er heel kalmjes mee rijden. Je kunt er mee deur houden. Meer dat ik zeg, er zit echt wel een fun factor in de motor. Hoestje. Even rekening mee houden. Toons demping is niet zo goed als die man. Die wil niet recht op mijn koren nog eens rijden. Hè? Ik vind de motor altijd nog meer en meer met ons dan. Maar dan moet je een, die speelse kant boven halen. Hè. Dan krijg je echt wel een grijns ook weer.
Maximum Motorcycle Channel. Out. Ladders.